Daan Prevot, geboren en getogen tegenover het klooster van Abshoven. We kennen hem in Sittard, Geleen en Beek van het uitgaansleven en natuurlijk van de politiek. En opeens is hij burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Is dat een jeugddroom van jou om burgemeester te worden? Absoluut geen jeugddroom, maar ik werd wel teruggebracht naar mijn jeugd omdat ik mijn carrière in de horeca ben begonnen in de afwaskeuken op Neerhem 10 in Valkenburg. Tijdens de drukke jaren in Valkenburg. Dat waren de explosieve jaren in Valkenburg. Vooral in Valkenburg, ja. Dan kwam ik 's morgens op mijn renfiets uit Münsterkleen aangescheurd. En dan moest ik de kinderkopjes ontwijken omdat 's nachts nog een veldslag had plaatsgevonden tussen de bouwvakkers en daarmee. En wat heb je gedaan in die periode tussen je afstuderen en het burgemeesterschap? Je hebt heel veel in de sociale sector gewerkt. Ja, in de sociale sector, het welzijnswerk in Geleen begonnen bij de Stedelijke Stichting Sociaal Cultureel Werk. Heette dat destijds, toen gefuseerd met de welzijnsorganisatie in Sittard. Toen kwam Partners in Welzijn, daar heb ik ongeveer 11 jaar bij gewerkt. En toen ben ik overgestapt naar het COA, het vluchtelingenwerk. En van daaruit natuurlijk allerhande uitstapjes gedaan in de welzijnssector. Maar altijd met een heel groot hart voor cultuur. En uiteindelijk natuurlijk ook bij meerdere culturele organisaties gewerkt, opgericht, georganiseerd. Ga zo maar door. En je bent ook heel erg actief geweest in de politiek. Ben je in de gemeente begonnen? Was dat voor de fusie of na de fusie? Ik weet niet of dit. Dit is eigenlijk, nu wordt het historisch interessant. Die vraag heb ik onlangs ook gekregen. Wanneer ben je eigenlijk in de politiek begonnen? Nou, dan krijgen jullie nu een bekentenis. Ik ben begonnen in de Geleense politiek, maar niet actief. Maar ik heb daar ooit voor degene die. Ik denk dat misschien een heemkundevereniging daar nog iets van boven tafel zou kunnen tillen. Maar ik heb ooit op een lijst gestaan die werd aangevoerd door Ton Raven. Ja, heel lang geleden. En volgens mij was dat PNL, ik weet de naam niet eens meer, maar was een lokale partij. Ik was toen jongerenwerker in Sittard Geleen en ik was volkomen blank ten aanzien van de politiek. Maar dat was eigenlijk, dan moet ik ook eerlijk zijn, dat was mijn eerste stap eigenlijk, een soort snuffelstage bij de politiek. En aan de hand ben je nog statenlid geworden? Ja. En gedeputeerde? En gedeputeerde. En was dat voorzien dat je gedeputeerde zou worden? Had je dat zelf verwacht? Ik ben de politiek ingegaan om dingen te veranderen. En eigenlijk de motivatie, de eerste stap in de provinciale politiek was omdat de provincie verantwoordelijk was voor het cultuurbeleid. En ik wilde in culturele Limburg wel het een en ander zeg maar op de schop gooien. Dan begin je eigenlijk met de portefeuille cultuur onder andere. Toen nog onder de bestuurlijke leiding van Odile Wolfs. Ja, en je gaat de politiek in niet om, om oppositie te voeren, maar om ook mee te besturen. En uiteindelijk is dat gelukt om ook mee te besturen, want dan kun je daadwerkelijk aan de knoppen draaien. De collega gedeputeerde kon allemaal heel goed met jou overweg, met name Ger Koopmans was erg enthousiast over jou. Terwijl dat toch eigenlijk twee uitersten zijn in politiek gezien. Hey, Ger is CDA en jij was destijds nog SP'er. Ja. Nou ja, kijk, in de politiek is net zoals zeg maar in het gewone leven. Het gaat niet om welke opvatting dat je hebt, hè, niet primair. Het gaat of je goed met elkaar kunt omgaan. En op het moment dat je goed met elkaar kunt omgaan en met elkaar kunt opschieten, dan heb je ook meer begrip voor elkaars opvattingen en standpunten. Dus ik kon het goed met Ger Koopmans vinden, overigens ook met mijn andere collega's. Maar het blijft mensenwerk en dat is op alle plekken zo, dat beleven we allemaal op ons werk. Hè. Heb je een leuk collegiaal team, dan denk ik dat wordt de totale prestatie ook beter. Zo is het ook in het bestuur. En dat is geven, nemen, bijna net een huwelijk, geven, nemen, elkaar iets gunnen. En als je een slecht huwelijk hebt, dan komen er alleen maar brokken van.
En hoe was het dat je op een gegeven moment door jouw overtuiging afscheid moest nemen van de partij waar je zo lang aanhanger van was? Ik heb daar grote moeite mee gehad, maar dat raakte mijn persoonlijke integriteit. Ik heb, laten we zeggen, ik denk dat ik een goed stel waarden en normen heb en mijn moreel kompas nog goed afgesteld staat. En een van de beloftes die je aan de samenleving doet, is dat je zonder last of ruggespraak het beste voor de samenleving doet. En dan gaat het niet om mijn persoon, dan gaat het om de effecten voor de Limburgers. Ik werd gevraagd om een besluit terug te draaien en laten we zeggen om de partij te bedienen. Nou, op het moment dat je bestuurder bent, acteer je partijloos. En ben je niet aangenomen om partijbelangen te dienen, maar de samenleving, dat zijn 1 miljoen Limburgers. Nou, en daar paste ik voor. En toen denk ik van nou, dan hoef ik hier ook niet te blijven zitten, want het gaat niet om Daan Privo. Het gaat zich om het belang van Limburg. Dus ik had er geen moeite mee om dan te zeggen, ik stop bij deze partij. Want die vragen iets van mij waar ik niet in meega. Ik laat mijn persoonlijke integriteit niet aantasten. En ik hang niet aan de functie, maar wel ik vind het wel belangrijk dat de functie uitgevoerd wordt. En als je dat belang niet kunt dienen, dan betekent dat ook dat je opstapt. En dan komt op een gegeven moment het burgemeesterschap om de hoek kijken. Hoe is dat nou opeens ontstaan? Ja, die vraag krijg ik eigenlijk elke dag. Niet hoe het ontstaan is, maar ik was wel een grote verrassing voor Limburg, denk ik. Omdat ik natuurlijk wel bekend ben. Hè. Ik heb wel een redelijk publiek profiel in het Limburgse. Maar ik behoorde niet tot de verdachte sollicitanten, laten we het daar maar op houden. Zelfs niet tot de lijstjes die de Limburger erop nahoudt. Op het moment dat er vacatures zijn, dan worden daar wetenschappen op afgesloten. Ik kwam niet eens op het lijstje voor. Dus ik vond het een leuke verrassing en ik hou van verrassingen in deze zin. Dus mijn comeback in de politiek. Dit is natuurlijk beduidend minder politiek, want in de rol van burgemeester ben je vooral onafhankelijk en dan zet je je in voor je gemeente. Hoe is het zo gekomen? Ik kreeg een berichtje van iemand die zei met de vraag of ik al gesolliciteerd had, want ze konden me wel gebruiken. Ja, dat bleef een beetje hangen, dat berichtje. Ik vond het sympathiek, wat leuk dat iemand aan me denkt en mij dat toedicht. En dat bleef in mijn hoofd hangen. En toen ben ik gaan kijken naar de profielschets. En toen heb ik een eerste aftastend gesprek met de gouverneur gevoerd. En uiteindelijk heb ik, volgens mij op de laatste dag van de sollicitatietermijn, heb ik mijn brieven ingestuurd. En voor je het weet, word je ook nog burgemeester van Valkenburg aan de Geul, waar ik buitengewoon enthousiast over raakte. En dat enthousiasme is waarschijnlijk overgeslagen op de vertrouwenscommissie en later ook op de raad die mij daar ingesteund hebben in de benoeming. Was het je eerste sollicitatie als burgemeester? Dat was mijn eerste sollicitatie als burgemeester, want ik had nooit de ambitie om burgemeester te worden. Want zoals jullie ook weten was er een vacature bij ons in de buurt en ze zit dat geleen. Maar daar voelde ik me niet toe geroepen tot dat lot. En ook niet in Weert, want die vraag die krijg je wel vaker, van heb je ook op andere plekken gesolliciteerd, zou je dat interessant vinden? Maar Valkenburg, daar ligt, diep in mijn hart lag het al verscholen, omdat mijn familie uit het Heuvelland komt, sterker nog mijn opa, oma en mijn vader zijn afkomstig uit Gulpen. Ook politiek actief trouwens in de begin van de vorige eeuw. En 400 jaar geleden was mijn stamvader, Daniel Privo, dezelfde naam, mijn naamgever dus ook, die was poortwachter van Valkenburg. Dus dat gaat heel ver terug. En ik dacht, dat is wel heel mooi om historisch gezien in de voetsporen daarvan te treden. Maar er liggen ook, als ik kijk naar de opgave waar Valkenburg aan de Geul voor staat als gemeente, liggen er mooie uitdagingen waar ik graag nog 12 jaar kom knallen. Je moet dus nu de westelijke Mijnstreek verlaten. Wat zul je daar missen? De mensen.
Dat klinkt allemaal heel zwaar. Ik ben natuurlijk geboren en getogen in Münsterlijn, maar dat is niet het juiste beeld. Op Absoven ben ik geboren en getogen. En als je zegt, nou, waar voel je het meeste thuis, dan is het eigenlijk een Oud-Geleen. Maar ik heb heel veel gedaan in Sittard, Geleen en alles daar omheen en daartussenin. Dus ik ga de omgeving ga ik missen, maar niet getreurd. De afstand van mijn voordeur tot aan het gemeentehuis is 20 minuten per auto. Nou, dat is niks. Dat loop ik dan in een half uur, zou ik bijna zeggen. Dus ik ben dicht bij huis. Maar Valkenburg is een goed nieuw tehuis. Je moet nu gaan verhuizen naar Valkenburg. Ja, ja. Heb je al iets gevonden? Nee, ik had wel iets op het oog, maar dat is kansloos. Hè. Er is redelijk wat leegstand van monumentaal vastgoed. Nu gaat het me niet om het monumentale, maar ik hou wel van het behoud van cultureel erfgoed. Waaronder natuurlijk ook fraaie panden. Die hebben natuurlijk in onze gemeente Sittard, Geleen en in de omgeving liggen ook prachtige monumentale panden. Kijk, en als ik dan moet verkassen, dan kun je me ook zeg maar in het kader van leegstandsbeheer of antikraak in een van die panden zetten, dan onderhoud ik dat wel en hou ik wel een oogje in het zeil. Maar dat gaat hem niet worden, dus ik moet nog wat verzinnen. Wat neem je mee uit de westelijke mijnstreek hier naartoe? Een deel van het dialect. Ik neem kaarsen van Pater Karel regelmatig mee voor de mensen die ik het licht wil brengen. Of laten we zeggen, tot inzicht wel, die het wel kunnen gebruiken misschien. Hè? Want ja, goed, ik merk wel dat ook culturele en religieuze Valkenburg gelovig is. En dan is zo'n kaars is soms welkom. En ik ben er trots op dat wij natuurlijk Pater Karel in onze gemeenschap hebben als toevluchtsoord, als bezinningsoord. Dus dat neem ik dan graag mee, iets van mijn eigen omgeving. Nou, dat ligt dan, zeg maar, waar ik nu woon, onder in de straat. Daar kwam ik met mijn ouders. En dan hebben we natuurlijk nog wel wat andere lekkernijen uit de omgeving. Maar wat ik zeker meeneem, zijn natuurlijk mijn instrumenten, hè, mijn saxofoons, de gitaar. En denk ik ook wel de mentaliteit van de westelijke mijnstreek. Dat is natuurlijk de deel dat ik neem. Er zijn genoeg horecabedrijven waar af en toe live muziek is, dus we kunnen jou hier ook nog zien optreden. Nou, sterker nog, ik heb al een uitnodiging om met een vrij bekende band op te treden in het Openluchttheater. Dat zou deze week plaatsvinden, maar helaas, het concert is geannuleerd. Dus dat blijft gewoon nog op de agenda staan, laten we het zo zeggen. En ja, ik ben aan het kijken, ook binnen de gemeenteraad en het ambtelijke apparaat, of ik niet een bandje in Valkenburg kan formeren. Oké. Ja. Dat is wel heel gezellig. Altijd goed voor de feesten en partijen en sleuteloverdrachten. Maar bovenal ben ik natuurlijk ook de voorzitter van het college en van de raad. Mm-hmm. Er moet ook hard gewerkt worden. En als je hard gewerkt hebt, dan is het goed toeven met live muziek en een goed glas bier. Jouw voorganger Jan Schreijer, die kwam uit Sittard. Ja. En is het zo dat mensen uit de westelijke mijnstreek iets kunnen toevoegen aan het bestuurlijk Valkenburg? Ik denk dat iedereen die zich waar ook ter wereld begeeft altijd iets brengt en iets komt halen. Dus het is geven en nemen. Dus ik probeer positiviteit en positieve dingen mee te nemen richting Valkenburg. Maar ik wil vooral ook heel veel leren en aannemen van Valkenburg en de inwoners. Dus het is, ik verheug me daar wel op om hier een aantal jaren zeker die samenwerking met elkaar te hebben. En Jan Schreijer heeft me natuurlijk goed ingewerkt. Dus ik weet al redelijk van de hoed en de rand en waar ik voor moet opletten. Een van de voorbeelden. In mijn dialect zeg ik Valkenberg. En gisteren ben ik afgestraft, want het is niet Valkenberg, maar het is Valkenberg. Kijk, dat is een van die dingen, daar moet je wel op letten. En volgens mij zeggen wij in Geleen, ik ben trots op dich. Maar hier moet je echt wel grudge zeggen, ja. Grudge.
Dat zijn van die kleine dingen, daar moet je wel oog en oor voor hebben, want dat betekent dat je aan het inburgeren bent. Dat klopt, ik hoop dat we elkaar vaak tegenkomen hier in Valkenburg en uiteraard ook in de westelijke Mijnstreek. Mijn vragen zijn op, heb jij nog een antwoord over? Nee, ik heb natuurlijk nog een hele zak van antwoorden, moet je juist de vragen stellen. Maar ik vind het heel erg leuk om zeg maar voor mijn eigen, ja, voor mijn eigen omgeving toch ook dit interview te mogen geven. En ik ben niet uit het oog en ook niet uit het hart. Dankjewel.